Paleis Soestdijk, 28 juni 1965. Tot het Nederlandse volk spreekt Hare Majesteit de Koningin. Het is voor mijn man en mij een grote vreugde u zelf de verloving aan te kondigen van onze dochter Beatrix met de heer Claus van Amsberg. We zijn heel gelukkig dat ze deze keus heeft gedaan, die de keus van haar hart is. Hoewel Claus, zoals ook zijn familie, volstrekt tegen het naziregime gekant is geweest, waren beide jonge mensen, evenals wij zelf, zich heel duidelijk de twijfels en zelfs de weerstanden bewust die hun verloving bij menigeen kon oproepen. In het bijzonder bij hen die de oorlog hebben doorleefd. Toch hebben ze uiteindelijk gemeend de bezwaren niet te mogen laten opwegen tegen hun liefde. Als ouders hebben wij echt het vertrouwen dat de verbintenis van deze twee mensen in alle opzichten gelukkig zal zijn. Ik kan u verzekeren, het is goed. Ik ben blij dat ik mijzelf aan u mag voorstellen als de verloofde van prinses Beatrix. Ik ben mij wel bewust van uw gevoelens en van de moeilijkheden die hier voor velen van u aan verbonden zijn, naar wat in het recente verleden gebeurd is. Ik begrijp en respecteer dit. Maar ik zal mijn best doen en proberen uw vertrouwen te gewinnen. Intussen had zich in de paleistuin een aardig legertje filmers en fotografen opgesteld. En de feestelijk bijeengekomen familie poseerde rond het verloofde paar, waarop bij voortduring de honderden film- en fotolenzen gericht werden. Prinses Irene was overgekomen met haar echtgenoot, prins Hugo Charles. En naast hem zag men de heer van Vollenhoven achter zijn verloofde prinses Margriet. En voorts de juist voor haar eindexamen geslaagde prinses Christina. De fotografen kregen alle gelegenheid om dit familiegeluk vast te leggen, direct na de spanning van de officiële aankondiging en de daarop gevolgde vraaggesprekken. Het verloofde paar maakte ook alleen een wandeling door de prachtige paleistuin. En met grote vriendelijkheid poseerden ze telkens opnieuw voor groepen fotografen die in alle rust hun werk konden doen.